4 september is een speciale dag voor jou. Ja, op 4 september ben ik priester gewijd in onze abdijkerk in Averbode. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En ik heb dus ook al van bij de aanvang besloten en mij voorgenomen om echt en bewust als christen door het leven te gaan. Ik wilde dus een gezin stichten en ik ben dan ook gaan studeren om een diploma te behalen. En in 1994 studeerde ik af als ingenieur-architect aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Maar dus de roeping, eigenlijk het aangetrokken worden tot het religieuze leven en het priesterschap, was voor mij veel groter. En uiteindelijk heb ik dan de knoop doorgehakt en ben ik ingetreden in de abdij van Averbode. Duiven die worden losgelaten ter herdenking van de 11e september. En die 10 duiven betekenen ook de 10 geboden van God. Het abdijleven was wel een hele aanpassing, maar hij heeft zich daar goed doorheen getrokken. Vooral ook omdat hij een man is van gebed. En ook heel veel waarde hecht aan vriendschap, zowel in de abdij als met heel wat vrienden en kennissen van buiten. Goeie nieuwe priester, hè? We zijn daar heel blij mee. Hè? Mijn grote ambitie is eigenlijk de vriendschap. Ik wil bevriend zijn met mensen, als mens tussen de mensen staan. En dat betekent samen werken, samen vieren, samen bidden, samen op weg gaan. Vreugdevolle momenten delen met elkaar, maar ook als het moeilijk gaat, mensen nabij zijn. Dat is mijn grote droom. Oh,